Hallo bewoners van een gamestad, ik ben Ludo en vandaag doe ik voor jullie mijn eerste video. En ik ga meteen beginnen met een gloednieuwe serie. En deze serie is een survival serie. Ik zit in 1.7.2. En ik ga, en waarom doe ik dat terwijl er nog geen mods uit zijn? Dat doe ik omdat ik dan niet een nieuwe wereld moet creëren. En soms zou dit corrupt wat texture packs, want ik gebruik nu Ether 3600 als texture pack. En ik ga zo meteen wel op default. En als het later alle texture packs, mods enzovoort uit zijn, dan ga ik over naar al die texture packs, mods enzovoort. Wow. Holy moly. Waarom lag ik zo? Lag ik? Nee, ik lag niet. En ja, ik heb gewoon een gamestad als ding gedaan. En kijk wat waar we spawnen. Dat is vet. En je ziet dat het gras nu hoger is en zo. En al dat soort dingen. Maar wat wij gaan doen is, wij gaan gewoon lekker survivalen. Hier zo op dit lekkere eilandje. En wij gaan gewoon al 2 achievements binnenhalen. En dat best wel vet is. En ja, wat ik eigenlijk ben en wie ik ben, ga ik even over hebben. En wat ga ik hier nog meer op dit kanaal gaan doen. En dan moet je een momentje geduld hebben. In 5, 4, 3, 2, 1. En, oké. Even mijn telefoon hoor. En ja, ik ben Ludo en je kan me kennen van gewoon Ludo Games. In op dagelijkse day ben ik een keer gekomen. En ik, ik doe gewoon Minecraft op mijn kanaal en tutorials en zo. Maar vooral Minecraft, want ik heb een MacBook. En daar doe ik dan weer tutorials mee. En ik doe gewoon, Minecraft is echt wel een spel waarvan ik echt niet echt veel raak. En al dat soort dingen. Dus dat ook mijn kanaal. Ik ga op dit kanaal ook alleen maar Minecraft of tutorials doen. En je zult me zien elke zondag als het goed is. Dus ja, ik heb nu nog geen facecam. Ik kan altijd nog facecam erbij toevoegen. En wil je nou weten hoe ik eruit zie, dan moet je even naar mijn kanaal kijken. Maar ik ga niet te veel doorlinken naar mijn kanaal, want dat is weer precies. Ja, kijk het nou. Daar heb ik geen zin in. Maar ik denk dat ik hier mijn huisje wil bouwen. Gewoon hier zo tussen aan dit meertje. En dan dat we door kunnen naar de zee of zo. En dan hier een grote haven. Lijkt me dat wel vet hoor. Even kijken. Wauw, 15 fps Ludo. Wauw. Woehoe. Dat is super hoog. Maar niet heus. Ik ga hier mijn huisje bouwen, weet je. De eerste 2 blokken zijn gezet. Woehoe. En zo. Waarom doe ik het nou zo? Nou, dat vind ik fijner. We beginnen gewoon met een klein huisje. We volgen gewoon iedereen. We beginnen met een klein huisje. En dat is ook fijn. En ik heb zin dat er als er nieuwe... waar de nieuwe planten en zo zijn... Want ja, dan wil ik wel even kijken. Want er is heel veel bij toegevoegd, volgens mij. En ook heel veel. Ja. En ook heel veel nieuwe biomes. Zo, ik kom echt niet aan mijn woorden vandaag, jongen. Ik heb net 2 video's opgenomen. Nou, daar kwam ik ook niet aan mijn woorden. En die nieuwe biomes, die hebben veel meer dingen en zo, volgens mij. Dus dat is wel leuk. En ik ga rustig door met het bouwen van mijn huisje. Wat niet echt een huisje is, maar ik noem het een huis. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Zo, zo en zo en dan. Voem, voem. Huppakee. Woehoe. Nou, dat hebben we ook alweer gedaan. Dat gaat snel. Hou even nog deuren. Deur. Dan ga ik hier eentje plaatsen. En hier één. Want we doen dat wel met stijl. Tuurlijk.
even weer even een boompje. Want dat is zo. En ja, ik ben dus Ludo. En welkom op een gamestad, wou ik zeggen. Ik ben een van de zoveel leden die meedoet aan een gamestad. En ja, ik hou van jullie. No homo. En dat is eigenlijk wat ik doe in mijn leven. Verder niet echt. Ik woon in Krimpen aan de IJssel, dat ligt bij Rotterdam. Maar als dat zo boeiend is, ja. Zo, ik snap niet waarom je eerst een wooden pickaxe en daarna een stone pickaxe maakt. Want iedereen maakt daarna een stone pickaxe. En daar erg ik me aan. Dat is even wat de storm kwam hoor. Zo, sticks. Hier, kijk. Dat is toch verspilling van je hout. We hebben wel een achievement. En ja, ik ga gewoon even de tools in de wacht slepen. Ik ga even de tools binnenslepen. Door gewoon even met steen te beginnen. Stone. Cobblestone. Ken ik jullie liedje Witte Chocoladevlokken? Dat is echt het vetste nummer ooit, weet je. Zo. Ik heb heel veel geld op mijn brood. Het is niet wit en ook niet rood. En ook niet zo zwart als mijn sokken. Het zijn witte chocoladevlokken. Vlokken. En ja, wat dus. Het is een heel mooi liedje. Het gaat over witte chocoladevlokken. Het is totaal niet discriminerend. En ja, dat dus. En ik ga eigenlijk even... Dit is wel genoeg, hè? Ja, dit is genoeg. Goed genoeg. Dus dan kunnen we weer naar boven. Ik heb niet zo'n hele hoog FPS. Maar dat komt omdat ik nu een video upload. Want ik doe met twee andere... één andere kanaal mee. En ik heb ook nog... Ik ga ook nog beginnen met een vlogkanaal. En daar moet ik ook nog zo'n video voor maken en zo. Dus ik heb het druk. Ik heb volgens mij... Maak ik... Even kijken. 1, 2, 3, 4. Ik maak 5 video's in de week. Voor 3 verschillende kanalen. Oh nee, 4. Dus dat zijn er best veel. Dus daarom. Daarom hou ik het ook gewoon om de bij de 10 minuten of zo. Maximaal 15 minuten of zo. Ja, ik denk het. Dus ja. Dat is waarom je me maar 5 minuten en zo ziet. En volgens mij kan je ook maar als je geen Ludo komt weer niet uit zo'n woorden. Ik ben moe vandaag, jongen. Als je geen partner bent, dat je dan ook geen dan kan je toch ook niet 15 minuten of zo, niet langer dan 15 minuten uploaden of zo. Was het toch? Ik moet kool vinden, jongen. Ik moet echt kool vinden. En ook niet zo zwart als mijn sokken. Het zijn witte chocoladevlokken. Ik ga hier gewoon... Ik ga alvast een kelder graven of zo. Denk ik. Ik ga dan maar ergens anders graven. Want als ik hier al geen kool vind, dan vind ik het... 2 meter verder ook niet. En met meter bedoel ik 2 blokjes. Want in Minecraft is 1 meter 1 blokje. Dus 1 kilometer is 1000 blokjes. En 1 vierkante kilometer is 1000 bij 1000. Dus ja. Dus. Heb je ook weer wat geleerd, hè? Dus als je zegt: ik heb 1 kilometer, een vierkante kilometer stad. Dan heb je heel grote stad. Kijk, dit is wel een mooie generator world ding. Oh. Lol, als ik control inhaal en... Wat? Nou, als ik control inhaal... Ach, dan blijft die automatisch redden ofzo. Dood. Dood. Wow. Dood. Jee. Oké. Gaan we door. En
ja, ik kom bijna bij afsluiting natuurlijk. Ik maak even nog een bed. En dan gaan wij een bed neerzetten. En ik heb nu al het kleine huis. Maar ja, het is even standaard. En ja, ik ga even ergens anders nog graven. En dan is het alweer tijd, jongens. Ja, het is tijd. De hoogste tijd. En ik word bedankt voor weer een avond gezellig. Kool, yay. Ik heb kool. Maar één. Are you real? No. Fuck dat. Komt ie aan, hè? Ja, ik heb maar één kool gevonden. Dat is toch niet genoeg, jongen. Dat is niet genoeg, jongeman. Kijk, hier wordt al wat donker. Oh. Nou, ik wil wel nog wat meer kool, hoor. Even kijken. Oh, Iron G. Oh, snap. Oh, shit. Oh, gee. Ik heb iron. En ik heb kool. Right. Oké, dit is wel... Dit is nice. Dit is een goed begin voor een einde. Dit is een heel goed begin voor een einde. En dan gaan we door... Oh, we hebben al 4. Oh, nice. Lekker veel kool. Oh, dit begint al goed, jongens. In de eerste aflevering al iron. Dat zie ik niet zo vaak, hoor. Nee. En we gaan natuurlijk heel moois er wat van maken. En ik hoop dat er ook wat voor volgende week zondag ook wel wat mods uit zijn. Want dat wil ik wel. Mijn pickaxe is er bijna op. En dit is de laatste call. Oh. Een grapje. Ze weten ook niet van stoppen, hè. Ze houden me echt bezig. Ze houden me echt gewoon bezig. Echt waar. Ja hoor, dit meen je niet. Gelukkig kan je kool ook hakken met een wooden. Heb je tenminste nog iets aan een wooden pickaxe, jongens? Oké, hebben we hier nog wat? En ik doe zelf heel erg in vrije tijd van Minecraft spelen. Een beetje Annihilation. Echt een hele toffe game. Dat is een game van Shobo. Shobo is ook een te gekke server. En dit is zoveel cool, jongens. Dit is zoveel cool. Dit is sowieso te weinig voor... Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ja. Kom op, man. Ik wil wel cool, hoor. Maar, ik wacht even tot mijn wooden pickaxe op gaat, hoor. Maar, is echt veel te veel. Ik heb meteen een voorraad. Wat? Dit is zo huge, jongen. Ik doe het elke dag op mijn brood. Het is niet bruin en ook niet rood. En ook niet zo zwart als mijn sokken. Het is witte chocoladevlokken. Gelukkig stopt het hier. Als het daar nog doorgaat, word ik echt gek. Dit is niet normaal. Oh, gelukkig. Ik hoop echt dat dit het laatste is, hoor. Dan niet nog aanmaken. En. Jee, we hebben vandaag al 4 iron. En meer dan. Bij meer dan een stack kool, jongen. Ja, ik... loop even naar huis, hoor. Ja. Dat zeg ik wel. Zo. Jongens, dit is... Oh, nee, het wordt een nacht. Dus, ik ga even offline nog even een furnace maken. Oh, nee, dat doe ik wel. Dat doe ik wel bij jullie bij zijn. Zo. Oh, nee. Wacht even. Ik ben nog niet klaar. 1. Furnace. Voor nu.
Jee, we hebben al een nieuwe achievement. Zeg je achievement of achievement? Geen idee. Ik hoor een spin. Maar, jongens, ik bedank... Oké, waar ben je? Waar ben je, spin? Ik hoor je. Ah, kijk daar. Zo. Zijn de mobs wat sterker geworden, jongen? Oké. Gaan we slapen. En dan is het tijd om mij te stoppen. Dus, jongens, ik bedank voor het kijken. Doe groen even als je het leuk vond. Abonneer ook even op mijn kanaal. Dat is gewoon Little Games. Check hem ook even uit. En abonneer ook even op een GameStad. En dat zou ik heel fijn vinden. En dan zie je mij volgende week zondag. Dus, later!